niet echt een dag voor een openluchtmis. Maar in Gemert doen ze het elk jaar bij het Esdongse kapelletje en nu dus ook. Waar in het verleden er bij goed weer wel 1000 bezoekers komen, waren er dit jaar maar een paar honderd. De meeste gewapend met een paraplu. Vandaag extreem slecht weer, maar ja, weer of geen weer. En we zeggen altijd, het meeste water valt langs ons. Hè? Ja, er zijn ook de echte volhouders dit, hè? Harde kern. Ik accepteer gewoon zoals het is. En dat doen de mensen hier ook, alleen komen er minder. Hè, maar ze zeggen, het gaat gewoon door. Zakdoeken en t-shirts maken op minicamping De Bosuil in Oorschot. Want veel regen betekent binnenactiviteiten. Maar je kunt ook veel andere leuke dingen doen. Die vinden het heerlijk om in de plassen te rijden. En we hebben knutselen, boerderijverhaaltje in het hooi. We doen van alles. Dadelijk hebben we nog lekker bingo binnen, dus komt goed. Ja, ze vermaken zich prima. En regen of geen regen, dat maakt ze niet uit. Ze kunnen de stal in, de zandbak in. Ja. S'morgens dan staan ze op. Kleren aan en eruit. En dan de kermis in Tilburg. Om 1 uur werd er even stilgestaan bij het drama in Noorwegen. 2 minuten stilte, op de hele kermis bleek onmogelijk. Maar een half uur lang stond de muziek bij de attracties helemaal uit of minder hard. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden. Druk was het al helemaal niet vanwege het weer. Vervelend voor de exploitanten. Ik werd al wakker en ik dacht, dat was helemaal niks. Dus dat wordt vandaag drama. Het is toch wel een dag iedereen is vooruit en denk je, nou, dan komen ze wel naar de kermis. Maar met dit weer... De bezoekers die er wel waren, hadden overigens gewoon plezier. Hij doet het toch, door de regen. Hij trotseert het. Het is echt een motorliefhebber, dus onze Joey. Ja, echt wel. Kik hem maar eens rijden. Waar gingen de mensen dan wel heen met het slechte weer? Juist, naar de bioscoop. Dit theater in Breda beleeft toptijden. Een bioscoop blijft altijd een leuke beleving. Hè? Kinderen kijken graag naar films, dus ja, dan is het een inkopper dat ze naar hier komen. Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2, ja, inderdaad. Ik heb deel 1 ook gezien, dus het was best een leuke film, dus ik ga ervoor. We hadden eigenlijk gepland om naar de Beekse Bergen te gaan vandaag, want daar hebben we een abonnement van, maar het was zo slecht. Dus we gaan maar een binnenactiviteit verzinnen. 2 uur droog zitten dus, en dan weer de regen in.